lekker in de knoop raken. Helemaal goed. Oh, en dat doet me toch wel weer goed. Ja. Zo. Eva, Hiem, Leila, Fatma. Zo. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 16 november. Het is bijna kwart over twee, toch? Dan ben ik even boeken zoeken. Ja, kwart over twee. Ja, en wij gaan zo meteen weg. Wij zijn dus nu nog eens even aan het lopen met de pandjes. Zoals jullie wel kunnen zien. En wij wensen jullie weer heel veel kijkplezier gewenst. Jij bent mooier met... Wacht even. Waar zijn je mooie hartjes? Ja! Zo, dit is een mooie foto. Met die kleurenpracht. Kom eens hier. Nee, je gaat nou door de midden. Nee. Dit gaat fout, schat. Nee. Ro, eventjes die lijn. Even die lijn eventjes omswitchen. Nee. Juist. Precies. Nee, precies. Nee. Kom. Hello. Om. Oh, ik wil net zeggen over die lijn heen. Kom maar. Lekker in de knoop raken. Helemaal goed. Ja, zo leert ze wel met die lijn omgaan. Zo, dan kan ik gelijk foto's maken. Dat is wat ik wou. En die had ik in de gaten, jonge dame, dat je om me heen ging. En sucks, en dat heeft papa dan niet in de gaten, maar ik wel. Lekker met hun nog. En dan ga ik zo richting huis lopen. En dan gaan we zo nog even weg. Naar Triple X. G. Triple G, weet ik. Weet ik het. Dat is een winkel. Eens even kijken. Nog en nog nooit geweest. Nee, dat vind ik grappig. Nou, we zijn dus bij de winkel Triple G geweest. Oh, ik zie weer eens op mensen. Heel mooi gedaan, ja. Nou, weer eventjes... Als je erin gaat, dan red je onder een ambulance. Dan ben je maar 30, hè? Nee, mag niet. Toch doen.
trappen hier tegenwoordig af. Oké. Okay. Hey. Jij kan hier dus niet meer. Hé, hey, hoe willen ze dit doen dan? Oké. Okay. Ja, precies. Heel raar. Zo dan, mensen, kijk. De tunnel is bijna klaar. En de Boogie Woogie tunnel, mensen. Zo dan. Wauw, wat gaat dit hard in één keer, hé? Een paar maanden terug en was dit er nog niet. En toen gingen we nog lopen met de Majestica. Ja. Ja. Maar zodra dit af is, dan wil ik ook hier doorheen rijden met jou. Ja. Toen was hier nog een hele wand, hè? Ja. Hier gaan we buizen. Ja. En toen stond dit er dus nog ook verderop. Mm-hmm. Kan je hier doorheen kijken? Ja. Wat gaat dit in één keer hard, hè? Zo in één keer. Wat grappig dit. Ben ik blij dat ik even zeg van de grote Jumbo. Anders had je dit niet geweten. Hé, hey, nee. Anders hadden we dit niet geweten. Oh, leuk hobbeltje. Als je die niet weet, dan doet het zeer aan je bandjes. Ja. Dit wat is ook nog helemaal, denk ik, verbreed dan, denk ik zo. 1, 2, 3. Denk ik wel. Nou, hè, hè. Wat ik... Ja, ja. Ja, hun wel, ja, maar het mag niet. Doorgaand verkeer afgesloten staat er ook nog. Maar het mag niet. Maar ja, ik wou dus zeggen, we zijn bij Triple G geweest. Nou, dat is geen winkel voor ons. Het is, ja, voor ons doen druk. Dus dat is niet fijn. En dan gaan we even weer eventjes. Het is hier... 61,8. Ja, 1,61 euro. Nee, bijna. Oké, okay. Ja. Maar, nee, dat is dus geen winkeltje voor ons. We weten dat ook weer gelijk. Toch? Ja. En nu gaan we even weer even naar de XL Jumbo. De Jumbo. De grootste Jumbo van Leids. Van de Mall of Netherlands. Dat niet. Ja, en van Westfield, yep. En van Nederland, nee, Breda of Den Bosch, die heeft ook een hele grote. En dat is volgens mij nog de grootste, en dan komt deze Jumbo. Moet ik even gaan researchen of welke Jumbo en de grootste is, maar die horen jullie nog van mij. Welke Jumbo en de grootste is. En er is sowieso een Action de grootste, en dat was ergens in Eindhoven, toch? En dat is een hele grote Action. Dus onze Action, dat is niet de grootste. Jammer. Maar ja, we kunnen niet alles hebben. Nee. Maar we krijgen wel de grootste winkelcentrum van Europa. En ook de grootste bioscoop van Europa. Wel de mooiste. En de mooiste. En de nieuwste. En de nieuwste. En dan hoeven we ook niet meer zo ver de stad in of zo. Schilt ook weer. Ja, maar dat die maand weg is. Hm? Ja, maar dat die maand weg is. Welke? Die. Ja, ach ja. Ja. Ja, ach ja. Nog een beetje zomer. Ja. Ja, ik ben dus thuis, wat jullie dus nu al kunnen zien. Maar niet zo heel, voor heel lang, want om 6:30 dan moet ik weer ergens aangetrommeld zijn om te gaan eten gezellig. Dus ik verwacht er ook zo meteen alweer. Maar ik heb post ontvangen van mijn hele lieve collega's. Ja. Dus die ga ik even samen met jullie even openmaken. Ja, wat ik dus al zei, ik heb post en ik ga het even openmaken. En dat komt dus omdat ik dus van school weg ben. En ja, ik heb dus nog wel contact met collega's. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee. Oh, lief! Yeah. Oh, wat leuk. Bedankt. Ja, ik zal het even aan jullie laten zien. Dit is het werk van mijn collega, slash dus nu een hele goede vriendin van mij. Zij maakt zelf 3D-kaartjes. En dit is dan weer erin geborduurd, om het zo maar te zeggen.
Oké, beste Karen. De medewerkers van Kinderstralen, van de school waar ik altijd werkte, wens jou een succes met je nieuwe baan. Dankjewel. Lieve Karen, jammer dat je er niet meer bent. Sterkte, Hattie. Dankjewel. Heel veel plezier met je nieuwe baan, Emily en Shirley, Jolanda, Amy, Nok, oma Ann, Daan, dankjewel Daan, Tara, Akina, Najiba, Sibal. Lieve Karen, jammer dat je weg bent. Succes met je nieuwe baan, liefst Henny. Wens je heel veel succes met alles, goedje Strees. Van mij ook. Dat is van Roo. Van mij ook een. Dankjewel, schat. Mis je hier op de overblijf, maar zie je later vast wel ergens anders. Goedjes, grote Rik. Oh, wat leuk. Succes en groetjes, Claudia. Dankjewel, Claudia. Van harte beterschap, Emily, Henny. Ja, want ik ben ook ziek. En alle leraren en leraressen van groep 1, 2a tot 8b. Al wat lief. Oh, en dat doet me toch wel weer goed. Ja. Zo. Eva, Hiem, Leila, Fatma. Zo. Ja, dit doet me wel even goed. Zo, de emotionele Karin. Ja, ik mis school ook. Maar ja, ik kon gewoon niet werken samen met degene die er nu is. En dat vind ik jammer. Maar ja, het is niet anders. Zo. Ja. Ik mis wel inderdaad een hoop namen, maar maakt niet uit. Najiba, Sibal, Akina, Nasdaq, Daan, Amy, oma Ann, Nok. En voor alle buitenlandse collega's, zoals ook Tara en andere. Ja, heel netjes, leuk. Nou, lieve collega's, mochten jullie dit zien, ik hoop dat iemand deze vlog wil delen in de groepsapp. Hartstikke bedankt. En ik mis jullie ook. Heel erg. De gezellige sfeer die daar hangt. Weet ik het. Hoe ik het even uit moet spreken. Maar oké. Ja. Wat kan ik nog meer zeggen? Ja. Doe gewoon jullie werk. Mocht de sfeer niet leuk zijn of wel leuk zijn, doe gewoon jullie ding. Zoals je anders ook zou doen. Helaas ben ik er inderdaad ook niet meer. Maar ik weet dat jullie het kunnen. Ook zonder mij. En mocht je ergens tegenaan lopen, je kan me altijd bellen. Dus ja, dat wil ik ook zeggen. En ook voor de nieuwe coördinator. Ook jij kan me altijd bellen als je hulp nodig hebt of wat dan ook. Maar dat weet je. Maar dit is even richting de overblijfmoeders gericht eigenlijk het meest. Want ja, ik mis ze. Ik mis school. Want dat is toch mijn kindje school. Dus en dat is gewoon voor mijn gevoel afgepakt. En dan niet eigenlijk op een leuke manier. Maar oké. Ik ben weg. Helaas, pindakaas. Het is zo. En mensen, jullie kunnen het. Hou het rijden. Jullie kunnen het. Bye bye. Dank jullie wel. Ja, ik wil even iedereen bedanken die heeft gekeken weer naar deze leuke vlog. Vind je deze vlog dan leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en doe het duimpje omhoog. Ja, dat zijn de vier dingen. En dan zou ik zeggen, dankjewel. En tot de volgende keer maar weer bij een nieuwe vlog. Doei.